12 leerlingen, 1 journalist en een flinke dosis voorkennis. Lukt het om deze groep klaar te stomen voor het theorie-examen van het CBR? Je kunt aan de vraag vaak al zien wat het goede antwoord is. Ik ga jullie dat leren, zodat je zo meteen, als je bepaalde woorden ziet, niet meer hoeft na te denken over de vraag, maar meteen al weet, het is hier nee. Of het is hier ja, of een ander antwoord. Oké? In hoog tempo stampen we er dia's in. Die lijken precies op situaties die ook voorkomen in het CBR-examen. Rijden met stadslichten, altijd? Rijden met dimlichten, altijd? Moeilijke woorden, meestal? Vragen met invloed, altijd? Parkeren met stadslichten, altijd? Sommige cursisten zijn al meerdere keren gezakt, andere leren voor het eerste theorie. Volgestouwd met kennis over het examen stuur ik ze bij het CBR naar binnen. En even later komen ze weer naar buiten. En? Ja, geslaagd. Geslaagd? Ja. Nee, ik ben gezakt. Ook geslaagd. En had je wat aan de trucjes? Ja. Welke heb je gebruikt? Ja, wel veel. Ik denk wel het grootste deel wel allemaal eigenlijk. 6 van de 12 zijn geslaagd. 50% dus. Niet gek voor een eerste keer, want het is nog altijd 10% boven het landelijk gemiddelde.